is bevrijdingsdag 2012. Fijn dat jullie er allemaal nog zijn. En er allemaal nog vertrouwen in hebben. Vertrouwen in een beter cannabisbeleid. We gaan hier verder zo met Def P en de Beatbusters. Maar voor die tijd hebben we hier nog een belangrijke spreker. Dat is een Marokkaanse activist en voorzitter van Mensenrechtenassociatie voor de RIF-regio. In 2008 startte hij een nationaal debat over legalisering van cannabis. Een goed initiatief zou je zeggen. En hij sprak zich uit tegen de corrupte banden van tussen de overheid en de grote hashboeren in Marokko. Maar in 2009 werd hij veroordeeld tot 3 jaar cel wegens belediging van de Marokkaanse staat. Eerder dit jaar kwam hij na 2 jaar vervroegd vrij. Mag ik jullie aandacht voor Shakib El Kayari. Shakib El Kayari, dus kom maar vrij. نصب مثال الشعب الامازيغي من شمال افريقيا يتحياشكم سواطاس وعرضهم دعم تمام الشعب الامازيغي شمال افريقيا خصوصا اذا رجال ديال الريف يتعيش سركيف Hij dankt de organisatie voor de uitnodiging en voor de steun voor het volk in Noord-Afrika voor de legalisatie van cannabis in voornamelijk Noord-Marokko. Dat is een forsa, een zwijnis, wees als ik maar tips moning, ik ga die dafen, en خصوص inkoop. إطلاعات بالتأكيد أرمي طوط فضي المغرب في 2009 أرمي ذي التأمن تسفيه بجودة الدولة النير أنهم سق الدولة والسيورخ مسؤولين ذي الدولة يخدمن ذي التهريب غير مشروع المخدرات Hij dankt alle mensen en alle organisaties die hem gesteund hebben toen hij opgepakt was in Noord-Marokko. En waarbij hij de aantijging was dat hij de staat beledigt. En omdat hij de staat van heeft beschuldigd zelf ook bezig te zijn met zelf medeplichtig te zijn aan drugssmokkel in Noord-Marokko. En waarbij de drugs. De cannabisboeren misbruikt worden in deze. Ik ben Hollandse Hossam in Kood. Daarmee ben ik in Bash Andruk, Awel Mara, Nikash, Watani, Tkneen, Zeraa, Nirki. Hij dankt de organisatie in Kood die hem en de mensen in Marokko gesteund hebben voor de legalisatie van. Van drugs teelt en handel. Laat ik al in عامين وثلاث شهور تو غادي يجي التجربه تصبحات من زي خازم في الطويل دي مسمورين ايجاد في الخارج خروض عياني في الجاح النركيف في غالب ديالي اتعاننا الطاس السياسه الدوله السياسه الدوليه محاربه المخدرات. Ondanks de moeilijke tijd die hij heeft meegemaakt, 2 jaar en 3 maanden gevangenschap, is hij blij met, toch wel blij met de gevangenschap in Marokko. Want dit heeft de legalisatie van de drugs en cannabis in Marokko weer op de kaart gezet. Misschien de Marib gaat is een moeilijke damkra. Gaat de Marib benetten, bescherm zien, 10.000 معتقل. غانخ المعتقلين في الكنابيز 40 الغفانيش فيز في ماروكو الغفانيش في ماروكو تلايك روب دات سي gebouwd zijn om 60.000 gevangenen te herbergen en van al deze gevangenen zijn is 40% die op basis van drugsteelt zijn opgepakt 40.000 van de 60.000 نهار غانخ دياري دي المغرب 17000 افجاح الزخاسن بشرط مطفم 17.000 نورد ماروكانا زين مومنتيل gezocht in Noord-Marokko vanwege drugsteel ونشين نوفا انه دولة وثقت مويلو يتجاحن نركيف سميزي الشين متحرك كيريفيا
كاين مزيغن ديال الخارج اكيوم باش ندعمهم باش ندعم ينجح لنا هنا ونقدم سجن القوة يجن بديل يجا تقنين من الزراعة يدا باش انكس يفجح الناس كيف السن المافيا تهريب دول المخدرة. Marokkaanse staat heeft in Marokko, in Noord-Marokko, nooit een alternatief geboden aan de cannabisboeren die misbruikt worden door de staat en de drugsbaronnen. En wij zouden willen van dat er steun komt vanuit de diaspora, vanuit Europa, aan deze boeren, zodat ze een alternatief krijgen voor de drugsteelt waarvoor ze voor misbruikt worden. ونسيتي القيمة معاون باش ندعم شكرا namens alle boeren die misbruikt worden in Noord-Marokko dankt jullie en de steun wordt gewaardeerd en hij hoopt van dat de contacten in zullen blijven en dat we ja, tot meer samenwerkingen zullen leiden.